Goedemorgen iedereen! Welkom bij een nieuwe vlog. En ik open hem hier in de studio bij Ongefilterd. Want Mar en ik hebben net onze laatste twee afleveringen gefilmd. En het zit er alweer op. En ik heb echt naar mijn zin gehad. En ik vond het super leuk om te doen. Ted, wanneer komt het eigenlijk online? Half Feb. That's soon. That's like in 2 weeks. 3 max. Oh, wat leuk. Leuk. Vind ik heel leuk. Ik ben benieuwd naar jullie meningen, naar jullie tegengeluid. Ik hoop dat het gaat leven. En ja, let's get right into it. Ik ga deze stoel heel erg missen. Deze hebben wij te leen gekregen van Decor. En deze ook. En dit waren echt zulke fijne stoelen. Echt, ik heb hier zo lekker op gezeten. En ik ga dit heel erg missen. En dit was mijn outfit vandaag. Dit t-shirt is van Massimo Dutti. Mijn broek is van Margiela. Riem is van Celine. En ik heb mijn Travis Dunks aan. Mijn haar is super vettig. Dus ik heb het gewoon in een staart gedaan. Today is wash day. Mijn kameraad tijdens de podcast, maar ook in het leven. Dat is toch wel een leuke titel die ik jou hier geef, hè? Ja. Dat is wel heel schattig van mij. Hello guys. Welkom bij een nieuwe dag. Avec me. Ik heb vanochtend al gesport bij Jordan. En ik had daarna een afspraak in Den Haag. Ik ben nu in Den Haag. Ik heb mij even snel afgegooid bij mijn moeder. Want ik heb iets gedaan wat ik al heel lang wou doen. Namelijk, ik heb de pigmentatie in mijn lippen heb ik even aangepakt. Want omdat ik krijg minimaal 2 keer per jaar standaard een koortslip. En doordat ik die hier altijd had, miste ik daar gewoon pigment. En ook door zonschade had ik toch wel veel verkleuring in mijn lippen. Dus dat heb ik vandaag aangepakt bij Alex. Het deed absoluut geen pijn. Het is nu, kijk, het is nu echt dik. Opgezwollen, gezet. Ik ben hier zelfs een heel klein beetje blauw. Maar dat komt omdat de verdoving alle doorbloeding weghaalt. Maar ik ben nu al. Dit neemt nog onwijs veel af. Dit gaat nog kosten over de aankomende dagen. Maar zoals je hier kan zien. En hier heb ik al iets meer lijn. Meer zichtbaarheid in mijn eigen pigment. En we zijn voor een kleur gegaan die eigenlijk de kleur van mijn lippen is. Om die zijkanten en die punt. Ja. Bij het spijkeren. En ik ben heel benieuwd naar het resultaat. Ik ga nu naar Rotterdam rijden. En even met mijn kleine chillen. Volgens mij komt Marwa ook vandaag. Ook gezellig. En ik denk Reda ook zo meteen. Dus dan kunnen we misschien even met z'n vieren wat eten. Okay guys. Straight from the podcast opnames naar huis. Ik heb net gedoucht. Ik heb zeg maar 2 verschillende soorten douchen. Even een snelle douche. Na het sporten of gewoon in de ochtend. Maar af en toe doe ik die alles douchen. Dat ik echt ga scrubben met die Afrikaanse zeep en die Marokkaanse handschoen. En dat gewoon ik super fijn voel en nice. En dan is het ook echt super lekker om jezelf helemaal in te smeren. Ik gebruik trouwens deze 2. Ik mix deze 2. Dit is alweer mijn 2e. En ik heb ook die van Kiehl's. Die is ook heel goed om je mee in te smeren. Hydratatie is echt key. Dus of ik mix deze 2. Of ik mix deze 2. En vandaag had ik wel behoefte aan een wat dikkere en rijkere body cream. En nou, I feel super wholesome. Ik had ooit in de TikTok gezegd dat ik zo'n ding nodig heb om mijn gezicht te drogen als ik, of het nou een serum is of als ik mijn make-up aan het zetten ben. En I got me one in baby pink. Metallic baby pink ook nog wel, hè. Niet vergeten. En nu we toch in het teken van self-care praten. Yup. You already know. I love Parfumado. Echt. Het is altijd een cadeautje als ik weer nieuwe geuren mag uitkiezen. Want ik doe altijd 1 geur die ik al ken. Die ik al heb gebruikt. Waarvan ik zeker weet dat ik die super lekker vind. En de andere 2 doe ik dan uitproberen. Dus, obviously, 1 daarvan is Monocule. Ik moet echt, misschien is het even verstandig dat ik een Monocule grote fles ga halen. Because I keep getting them. Maar ik heb ook Angelo Diffume Linari Parfum. Heel lekker in ieder geval. En het concept van Parfumado, voor de mensen die het nog niet kennen, is dat je zeg maar eigenlijk zo'n meereisflacon besteld. En dan kies je eigenlijk een geur uit. Of eentje die je al hebt gehad. Misschien eentje die je wil uitproberen. En dan ga je die lekker een maand lang uitproberen. En it's amazing. Ik vind het echt top om nieuwe geuren te leren kennen. En ook nog eens top om niet geuren te hebben hangen.
die er al een jaar staan. Dan weet je in ieder geval dat je je geur ook echt opmaakt. Zo. Jullie weten dat ik standaard obviously een code voor jullie heb. Maar buiten mijn code om, waarmee je voor 8 euro de eerste maand Omari 50 by the way, je eerste flacon kan uitproberen, is er ook een Valentijnsactie. Which means it's the time of self-love and loving others. Dus je mag tot 14 februari shoppen met korting. Wat ik jullie allemaal aanraad. En obviously, try some new perfumes. Or give them. Or make someone else happy. Je weet toch, je hoeft niet van die hele dure geurtjes te kopen om indruk te maken op. Think smart, not done. You already know. En in dat kader ga ik even verder met mijn eigen self-care. Because I feel so awesome. Ik wil niet mezelf jinxen. Maar ik wil het wel even hebben over mijn huid de laatste tijd. I'm doing amazing when it comes to my skincare. En ik vind het ook heel leuk om elke keer iets verder te gaan als het aankomt op mijn skincare. Ik merk gewoon dat door die Morpheus 8 die ik bij Body & Face Clinic doe, dat ik echt een huidverstrakking heb waar je u tegen zegt. En ook voornamelijk in mijn gezicht. Ik ben gewoon eenmaal afgevallen en je ziet het voornamelijk het meest in mijn gezicht. Waardoor het lijkt een beetje alsof ik een ingevallen wang heb. En nou, ik denk sowieso dat het op camera erger is dan in real life. Dat zegt iedereen altijd tegen mij. Dus ik neem het van iedereen aan. Maar ik merk wel dat met alle apparaten en de skincare die ik gebruik, dat het wel echt minder is en echt verstrakt wordt. En ik merk het ook gewoon bij mijn wenkbrauw. Dat daar gewoon meer een lift is en aan de onderkant van mijn ogen ook. Dus ik heb besloten dat ik dit gewoon echt heel vaak ga doen. 2 keer, 3 keer per dag. Dit doe ik voornamelijk zodat al mijn skincare producten beter absorberen. En je krijgt een soort van die kleine schokjes. Which is very nice. En je voelt gewoon dat je de spieren in je gezicht eigenlijk een beetje traint. En ik doe het natuurlijk ook bij shapes. Doe ik ook facial massages. Dus dat helpt ook. Alles om de conditie van je huid gewoon te optimaliseren, jongens. Oké. Ik ga dit nog even doen en ik zie jullie in een minuut. Overigens ben ik ook even voor die... Ik krijg altijd stress als deze handjes niet soort van half elkaar aanraken. Ze mogen niet te ver van elkaar staan. Maar ondertussen ga ik even voor Amaya haar koffertje inpakken. Want zij gaat morgen naar haar papa toe. Ik hoef haar niet af te zetten dit keer. Maar het is wel even belangrijk dat ik zorg dat alles ingepakt is. And I gotta be honest, deze earmuffs helpen heel erg in het vliegtuig. Ik weet dat ik 1 keer had ik 1 earmuff er niet goed op zitten. En we gingen landen en ze moest zo hard huilen. En ik vond het zo zielig. Maar haar papa is iets beter in het afstellen van deze earmuffs. Maar dit, als je gaat vliegen voor je kind, tegen de druk van het opstijgen en landen, is ideaal. Is echt, echt ideaal. So, cannot forget that. And her bag is packed. Ik wil eigenlijk, wil ik dit even veranderen. In haar initialen in plaats van Omari. Maar ik moet even kijken of dat überhaupt kan bij Goyard. Of ze dit weg kunnen halen en dan iets anders daarvoor in de plaats. Gotta figure that out. Maar her bags are packed. Belangrijk. The sun is out and I'm feeling okay. Hope you ever. Wie kent die lijf van Tori Kelly? Dat ze zo heel mooi dat laddertje doet. Oh, can't relate. Maar goed. I'm alone in the car. De babyzitje is leeg. Amaya is gisteravond naar haar papa gegaan. Ik ga nu even de auto afgooien bij de garage. En dan ga ik even een hapje eten met Mona. Zij rijdt namelijk achter mij aan. Ik ga nu even de auto afgooien. En dan ga ik even wat eten met Mona. En ik heb zo een zin om het broodje met hummus en gegrilde groenten bij een filter te eten. I'm about to turn this bird to my ex like I'm Elon. Pull up to the club, round 12, word to Dijon. Must have been the op the way she topping all these peons. She turned the location off, I need recon. Remember when I took days off, wish I could rewind. I love to be passenger princess. Achter is helemaal vol, maar we hebben het gegeten bij Unfiltered. En ik heb een vers gebakken kaneel cinnamon gebakje gekregen. Which smells so nice. Maybe I'm gonna... Should I take a bite now? Yeah. I'm gonna take a bite now. Oh, er zit ook appel in. Is smeuig. Wil je een hapje? Een tiny hapje. Anyhow, guys. Thanks for watching. Sorry dat de vlog vandaag, althans deze keer iets... Ja, ik heb het idee dat ik niet zo heel veel heb gedaan. Maar ja, het is niet anders. Het is niet elke dag feest. Het is niet elke dag dat mijn leven zo kleurrijk ingekleurd wordt. Af en toe is het ook gewoon een beetje tussen de lijnen doorkijken. Ik kan jullie wel een beetje kruiskaden laten zien. Misschien is dat nog wel vibes. Gezellig.
other than that, thanks for watching. Ik zie jullie waarschijnlijk volgende week weer. Oh, wat ik wel wil vragen is, jullie hebben meestal wel goede ideeën voor nieuwe TikToks en zo. I need to make some new TikToks. And I would like to have some ideas. Ja, dat was mijn verhaal een beetje. Dus bedankt voor het kijken. Oh, nee. Dit is de update van de lip tattoo. Ja, nu is wel iets. Althans, de lijnen die ik heb ingekleurd. Ik ben wel een beetje uitgebroken. Ik heb een kort slip. Althans, die hij zou uitkomen. But I had it under control. Maar ik vind het wel heel mooi. Super natuurlijk. And I'm very happy with it. Ja, yeah, other than that, thanks for watching. En ik zie jullie bij de volgende video. Probably never set the time on my watch. This shit the flex for me. You say she ain't here and she get wet for me. I was in the trench and try my best to be a kingpin. Crushed the whole last year. Now it's time to go again. Can't wait.